Goedenavond en van harte welkom in mijn keuken deze keer. Ik dacht, ik ga eens een ander ontbijt nemen morgen vroeg dan wat ik gewoon ben. Wat ik aanraad en wat ik eigenlijk meestal zelf elke ochtend als ontbijt neem, is een eiwitrijke shake. En ik pim die dan met allerlei superfoods en af en toe eens met wat fruit en wat zaden en zo. Maar dat is iets waar ik eigenlijk elke ochtend naar uitkijk. En dat is eigenlijk ook een heel goede start van je dag. Eiwitrijk ontbijten. En omdat de meeste mensen toch 's ochtends niet de tijd nemen of niet de tijd hebben om een wat uitgebreider ontbijt klaar te maken, is een maaltijdvervangende eiwitrijke shake natuurlijk een hele makkelijke oplossing. En vroeger wou ik absoluut niets van shakes weten. Ik vond het verschrikkelijk. Ik heb duizenden shakes geproefd en ik vond er geen één lekker. Maar ondertussen heb ik er wel een hele goede en een hele lekkere gevonden. En daar maak ik dan ook af en toe eens een keer een ander ontbijt van. Ik wil de mensen graag afbrengen, afhelpen van de boterhammen met choco's morgens. Of van het niet ontbijten, want dat is natuurlijk ook geen optie. Je moet ontbijten, want dan ga je echt een kickstart maken van je dag. En dan heb je lekker veel energie om aan je dag te starten. En dan kun je door tot 's middags. En als je geen eiwitten eet, ja, dan ben je niet verzadigd. Ook goede vetten moeten daarbij zitten enzovoorts. Enfin, voor morgen vroeg staat er voor mij een ander ontbijt op het programma. Maar het is wel een eiwitrijk ontbijt en er zijn nog een aantal dingen aan toegevoegd. En het is iets heel makkelijk. Morgen vroeg heb ik niet veel tijd, maar dat is niet erg, want ik maak het nu al. En ik laat het een nachtje wellen in de koelkast. En ik dacht, waarom laat ik mijn fans niet even meekijken van hoe ik dat bereid? Misschien brengt het jullie ook wel op een idee en willen jullie er ook wel mee aan de slag. Hallo, goedenavond. Ik ben Tanja. Mijn naam is Tanja Hebrecht. Ik ben wellness- en lifestyle coach. En ik help mensen, vooral dames, die een te gekke levensstijl willen en een gezonde levensstijl. En die dat ook willen doorgeven aan de mensen rondom hen en hun kinderen enzovoort. Goed, we gaan van start. Ik ga jullie even laten meekijken hoe ik mijn ontbijt voor morgen vroeg klaarmaak. Ik zet jullie even hier. Zo, voilà, voilà. Alright, goed. Wat hebben we allemaal nodig? Wel, ik heb je al verteld, het gaat een eiwitrijk die ontbijt zijn. Dus ik werk met een vanillepoeder, een eiwitrijk vanillepoeder. Zeer lekker is deze. Ik ga daar ook ongezoete amandelmelk aan toevoegen. Dit is een dikke 120 ml, kan tot 150 ml gaan. Dan heb ik ook 3 eetlepels kokosyoghurt. Kokosyoghurt. Dit is de kokosyoghurt die ik koop in de bioshop hier vlakbij. In de Bio Planet hebben ze die ook. Dus die is redelijk makkelijk te vinden. Die is zeer lekker en zeer goed. Ik hou van kokosyoghurt. Andere yoghurt raad ik af omwille van de lactose die erin zit. De melksuikers. Wat hebben dan nog glutenvrije havervlokken? Kijk, zo'n glas vol glutenvrije havervlokken. Ga je zeggen, ja, maar ja, zeg, in havervlokken zitten toch geen gluten? Nee, dat klopt. Alleen, die worden verwerkt in fabrieken waar andere granen die wel gluten bevatten worden verwerkt. En daardoor worden ze eigenlijk een beetje besmet met de gluten. Maar je kunt, kijk, ik heb die zelfs gewoon in de supermarkt gekocht. Van Damhert vind je bijvoorbeeld glutenvrije havervlokken. Daar gaan we er dus ook een glas aan toevoegen. Ja, ik maak het graag gemakkelijk. Ik werk met glazen. Dat is zo. Maar het komt overeen, die havervlokken met 75 gram. Trouwens, als je graag het receptje wil, dan stuur je mij maar even een private message, een privéberichtje en met je voornaam en je e-mailadres. En dan stuur ik jou morgen wel een mailtje met het recept. Wat gaan we er nog aan toevoegen? Lijnzaad. Dat is 1 eetlepel vers zelf gebroken lijnzaad. Dat heb ik daarnet gedaan. Koop nooit gebroken lijnzaad in de winkel, want dat wordt helemaal ranzig en dus giftig voor ons. Terwijl lijnzaad net zo heilzaam is voor ons. Omdat er goede omega-3 vetzuren in zitten, omdat er goede vezels in zitten en ook een beetje eiwitten. Wat ga ik er nog aan toevoegen? Dat is een halve theelepel vanille-extract. En ik werk met dit vanille-extract. Dat is zeer lekker.
En dan een snuifje zeezout. En om het wat te pimpen ga ik er bessen aan toevoegen. En omdat ik geen verse bessen in huis heb op dit moment, heb ik wat goji berries laten wellen. Dus dan neem je zo'n half glas. Kunnen aardbeien zijn, kunnen bessen zijn, blauwe bessen, rode bessen, frambozen, wat je maar wil. Kunnen ook van die diepvriesbessen zijn, dat werkt allemaal. Wat we nu gaan doen is, trouwens dat lijnzaad. Mensen vragen dan, ja maar hoe breek je dat dan? Wel, ik gebruik mijn Nutribullet. En daar heb ik net, kijk je ziet het aan mijn beker, ik heb net mijn lijnzaad even gebroken daarin. Wat gaan we nu doen? We gaan de amandelmelk, de kokosyoghurt en het poeder gaan we in een beker doen. Even kijken dat jullie het kunnen zien. De 3 eetlepels kokosyoghurt doen we erbij. En dan een maatschepje van het eiwitrijke poeder. Vanille, zo, die gaat erin. Voilà. En dat gaan we mengen. Dat gaan we mengen tot een smeug geheel. Dus ik doe dat gewoon omdat dat snel gaat. En omdat het dan lekker smeug is, doe ik dat even in de Nutribullet. Dus het gaat even herrie zijn, maar het is maar heel even. Voilà. En dan gaan we alle andere ingrediënten er gewoon onder mengen. Dus het lijnzaad gaat erin. De glutenvrije havervlokken gaan erin. Het vanille-extract gaat erin. Het snuifje zout en de besjes. Die zijn geweld. Die kan je een uurtje of zo, of eigenlijk best nog iets langer laten wellen. Maar als je verse bessen hebt, is dat natuurlijk niet nodig. En je gaat gewoon alles netjes onder elkaar mengen. Zo. En dan ga je dat overgieten in een bokaal die je goed kunt afsluiten. Dus met een deksel dat je goed kunt afsluiten. Alles netjes erin. Het ruikt al lekker. Voilà, voilà. Het deksel gaat erop. En deze gaat nu een nachtje in de koelkast en morgen vroeg, dan is dat een beetje meer puddingachtig. En dan ga ik dat met zeer veel plezier verorberen. Mensen vragen mij soms van, ja, havermoutvlokken, havermoutpap, is dat een goed ontbijt? Ja, dat is een goed ontbijt, maar je mist natuurlijk dan wel de eiwitten. Dus eiwitten is toch wel iets wat je 's ochtends wil. Dus combineer het dan altijd met eiwitten. In dit geval is het gecombineerd. En wees, wat heel belangrijk is voor havervlokken, is dat ze oftewel geweld zijn, zoals dit, een nachtje. Of dat je ze opgewarmd hebt. Dus net even niet gekookt, hè, maar gewoon even opwarmen. Want dan neem je pas alle goede voedingsstoffen op uit die havervlokken. Voilà, dat was het voor nu. Mijn ontbijt is klaar. Even kijken. Nou, we hebben toch wel een aantal mensen die aan het kijken zijn. Hoi, wie hebben we allemaal? Sonja, Debbie, hoi hoi. Even kijken, wie kijkt er nog? Mochten jullie, hey, dankjewel voor de hartjes en voor de duimpjes. Als jullie graag het receptje willen, dan stuur je mij gewoon een privéberichtje. Tenzij natuurlijk dat iedereen jouw e-mailadres kent. Stuur mij gewoon een privéberichtje met je voornaam en je e-mailadres. En dan stuur ik jou met veel plezier een
pdfje met het receptje erbij. Als er dingen zijn die jullie graag besproken willen, als jullie vragen hebben over gezondheid, over voeding, iets waar jullie mee zitten. Bijvoorbeeld vandaag kreeg ik de vraag, en daar ga ik misschien morgen wel een video over maken, van ja, hoe weet ik nu wat voor mij goede voeding is en niet? En dan heb ik het over de allergieën en de intoleranties, want er is meer en meer om te doen en ik werk er zelf in mijn praktijk steeds vaker mee. Heel veel mensen zijn gewoon intolerant voor steeds meer voedingsmiddelen. Bijvoorbeeld de gluten, bijvoorbeeld de lactose. Dus als jullie bijvoorbeeld zo'n vragen hebben, dan gooi je ze maar even in de commentaren onder deze video of in een andere video en dan zie ik die. En dan stem ik mijn inhoud en mijn video's daar heel graag op af, want ik doe dat natuurlijk niet voor mij, ik doe dat voor jou. Ik hoop dat je hier waarde aan hebt en ik hoop dat je het misschien, kijk, je hebt het gezien, het gaat heel snel, het is heel makkelijk, dat je het misschien zelf ook eens wil uitproberen. Ga ermee aan de slag en laat het mij vooral weten wat je ervan vond. Ik wens jou nog een fantastische, leuke, gezellige avond en ik zie jou graag in een volgende video. Bye bye!